Gewoon vriendelijk kijken. Ja, goed zo, Carmen. Je bent al knap zat. Dag meisjes. We hebben nog een foto laten maken. Een teamfoto. Ja, die hebben we laten maken, maar de fotograaf zei dat de lijst nog ingeleverd. Dus dan moest ik zelf even dit nummer en ons teamnummer doorgeven. Wij zijn pas naar een evenement geweest vanaf en 24 mountainbike gekocht. Ja, we zouden het gaaf zijn als we hier op de Wilbergen zouden hebben. En die roepen ons van Frans van Dommelen en mij. Top, we zouden mee in willen stappen. Dat is kijken of we dat voor elkaar krijgen. Ja, dat is het gelukt. Jullie hebben allemaal een achtergrond op mountainbiken? Nou ja, ik en Frans van Dommelen zijn bij Tourclub Nuenen. We hebben een jaar of 12, 13 geleden ook meteen de mountainbike club daarin een beetje door het initiatiefnemer van geweest. En Ralf en Erik zijn van het Ike Mountainbikers. Erik heeft zelfs les redden gegeven. Dus wat dat betreft zitten ze allemaal mountainbikers. We hebben ruim 400 deelnemers aan de start, waarvan er 16 in zijn eentje in de 24 uur gaan rijden. Dus dat is knap het allemaal uit de regio? We hebben mensen uit Denemarken inschrijvers, we hebben mensen uit België, we hadden mensen uit Duitsland die hebben afgezegd. We hebben mensen uit Friesland, we hebben mensen uit Noord-Holland, we hebben nog uit Brabant en we hebben ook mensen uit Nuenen die mee fietsen. Dus eigenlijk ja, van alle kanten komt het in. Heel belangrijk. 2278 2208. Ja. 15 jaar mee mountainbike. 92 jaar, wat zei je nou? Nee, vanaf 92. Ontzettend veel kilometers gemaakt. Zeldzaam. En als die benen nou zo weer terugkwamen, van vroeger. Ja? Kwestie van trainen. Zo kan je nog weer, hè? En daarachter komen de individuele, die komen achteraan staan. Ik denk dat het daar wel duidelijk zal worden. Zorg in ieder geval dat alle starters om 1 uur achter zijn. Dan gaan we hier binnen start. Ik ben wel benieuwd hoe dat s'nachts gaat, of er geen ongelukken gebeuren. Ja, meestal daar is vermoeidheid, hè. Wat zeg je? Meestal vermoeidheid, je moet s'nachts gewoon, je moet iets voorzichtig rijden, gewoon 75% daar wat gevaarlijk is, maar er is niet zoveel aan de hand. Maar vaak is gewoon de mensen te moe zijn, dan denken ze dat ze nog net zo hard naar beneden kunnen. Of dat je echt, ja, net op dat je iets te laat bent, of net op dat je daar gedronken hebt, hè? Eigenlijk. Dus je moet echt je verstand gebruiken? Ja, dat is moeilijk, ja. Je moet gewoon rustiger rijden dan normaal. En ook omdat het donker is en lampen erop. Maar ja, je bent jong en je wil dat natuurlijk, hè? Ja. Wasplak.
wensen jullie een geweldige dag toe. En volgens mij wil Ralf nog iets zeggen. Ralf? Nog een klein dingetje. We hebben natuurlijk gewoon een gezelligheidsevenement willen van maken. Dus we hebben wel een beloning voor degene die als eerste in hun categorie de finishstreep passeren. Uiteraard een leuke bol bloemen, maar we hebben ook een zeer goede lokale bakker het bakkertje nou bereid. Hartelijk dank. Dankjewel. De kwam hier net een vraag over de Wisselstraat. Ik kom geen man, zien in de klassieke eten. We hebben een wisselstraat. Op het moment dat je individueel dit rijdt, hoef je niet te wisselen, dan hou je rechts aan. Blijf je gewoon aan de rechterkant rijden. Op het moment dat je wilt wisselen, pak je de linkse kant van het parcours. Daar kunnen de, zeg maar, de mensen die gaan wisselen, die hebben dan ruimte genoeg om daar gaan te staan. En dan kun je aan de voorkant langs het gebouw weer meteen de berg op gaan. En vertellen, dat is film, hè? Dat is met de gemeente van Bart Hillen, onze collega. Die is ziek en die heeft geld nodig voor de behandelingen. En dan gaan 24 uur rondrijden met de gemeente collega's van hem. En hoe groot is je team? 10 man. 10 man blijven dan 24 uur lang. Mooi. Nu en zon. Goed idee. Ja. Thank you.